beginnen we weer. Nieuwe dag, nieuwe kans. Ik heb er zin in, jongens. Oh, wat heb je? Oké. Hi. Je gaat nu al zo hard. Je hoort helemaal niks, jongen, jij meer van haar. Je hoort echt helemaal niks. Hey, hallo dames en heren, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag zijn wij terug met deel 2 van ons Frankrijk avontuur. En in dit deel gaat het dan wellicht eindelijk lukken om voor mij een meerval te vangen aan oppervlakte aas. We gebruiken in deze video verschillende technieken zoals het vissen met oppervlaktekikkers, wopperploppers en we zijn bezig met track shadow. Dat is een techniek waarbij je je aasje tussen de plantjes laat vallen en een beetje heen en weer wiebelt in de hoop dat er tussen de planten een meerval ligt. Verder zoeken wij tussen overhangende boompjes en allerlei plekken waar de meerval zich op kan houden. Het is een prachtige omgeving met grote vissen. Dus hou je vast, want deze video gaat echt een knaller worden. Yo, hey Danny, jij en ik die rennen zo terug. Jij heet toch ook Renny? Ja, Renny. Oh! Oh! Dikke kop voor hem, Renny. Hey. Simon, ja. Er is iets heel ergs gebeurd. Ja, nu recht naar beneden. Ja, daar is hij! Nog niet. Lekker Simon. Thanks, maat. Hij loopt nog. Thanks. Lekker. Lekker. Oh, ik wil even verfrissen, hè? Ja, ik ook. Oh, wat chill. Simon, je bent echt een held, man. Thanks.
gas. Geniaal. Op de wopperflopper. Nou, jullie hebben de aanbeet gezien, hè? Super dik dit. Een Franse snoek. Echt heel gaaf. Die had ik niet verwacht. Dik, hè? Ja, heel vet. Mooi grijs gekleurd. Ja. Heel anders dan in Nederland, hè? Ja, heel licht is hij ook. Heel mooi vis. Ja. Prachtig. Super cool. Heel nice. Hoppa. Yes. Lekker, maat. Woe. Kijk hem aan. Super vet. Ik denk, ik gooi heel even een kantje uit. Klang! Vol op die klopper, jongen. Ja, hier op het midden was net ook al. Oh, de beuk erop. Wat een lekker broodje hebben we. Is het dit moment 4 uur? We hebben ontzettend lekker gevist. Super mooie stretch. Dieper stuk. Schijnt grotere vis te zitten. We hebben ze alleen niet gezien. Toch? Nee. Maar, het is op dit moment lunchtijd voor ons. We gaan zo meteen een ander stuk van de rivier pakken. En we gaan even een watermeloen eetcontest doen. 3, 2, 1, go! Uit en dan een beetje hierin of zo. Ja, vis maar gewoon lekker, joh. Het zou me niks verbazen als je die hier eens ziet liggen en meer van op een bass. Yo! Yo! Gaat goed? Ja? Ja! En ik zie zo, zie ik ineens, zie ik alles begint te bewegen. En ik draai hem binnen en ik gooi hem nog een keer op en dan spwap! Gast! Oh. Dit is echt een mooie vis, jongen. Oh.
Kijk. Holy shit, gek. Dit is zo vet. Pa. Oh. Wil je proberen met de sub? Om eens te kijken wat dat doet? Ja, kan. Het gaat nog wel aardig met je sub. Als je maar niet te veel gek doet. Simon, op de kikker, jongen. Ja. Ja, ziek, jongen. Wat een klap. Heel mooi vis ook. Waar is de kikker nou? Kijk. Oh, dikke. Doe even. Ja. Wat is helemaal weg. Kikkertje. Wauw. Echt ziek. Het is wel handig aan zo'n meerval. Best een grote bek. Ik had het nog niet twee. Hup, handje weg. Ebbes. Yes! Ik dacht, dit is zo'n mooi veldje. Dat is echt zo'n kikkerveldje. Er ligt zo'n dikke merval in. 1,30 meter. Hé, hey, ik heb een meetlint hier. Godsamme. Heel vet. Wat vet, jongens. Hier ben ik zo blij mee. Die smaak was zo hard. No. Heel vet. Oh, hier heb ik nog een paar goede platen van. Dan mag hij terug. Maar moet je eens kijken, dames en heren. Ja, laat hem nog even goed zien. De vis waar ik voor ben gekomen. De oppervlakte merval. Is een feit. Och, mooi gemarmerde vis. Brute vis. Grote kop erop. Dit is echt een kikkereter. Ja, dat is de vis waar we voor zijn gekomen, jongens. Zo masselijk. Op die megabass kikker die we hadden gekocht in de winkel. Ja, ja. Super hoor. Ja, nou dat is die wel waard. Ja, nu wel ja. Nu helemaal. Dit is waar we voor zijn gekomen. Ik heb hem te pakken. Kijken of een Tim en Patrick nu er eentje kunnen vangen. Oh, Jezus. Mis er één. Ik mis er één. Nee joh. Zo, die staat er wel mooi op, maat. Ja? Zeker. Ik vind het zo gek dat hij hem dan niet nog een keer pakt. Gast, gaat gewoon een ijsvogel voor mijn neus zitten. Zo, daar zitten we dan. Ongekend, jongens. Wat een heerlijke dag. Ik heb zo genoten vandaag. Afgelopen paar dagen ontzettend hard moeten strijden voor wat oppervlakte aanbeten. Gisteren wilde het echt niet lukken. Vandaag vind ik een snoek op een wopperplopper. En ik vind mijn eerste meerval op oppervlakte kunstaas zo gaaf. Echt zo gaaf. Daarna nog eentje gemist. Vandaag epische beelden. Best wel wat actie gehad. Heel mooi nieuw stuk van de rivier gevonden. Heerlijk zeg. Genieten. Maatje! Maatje! Gaat ie nog goed? Ik denk dat het een wrap is. Mooi. Morgen is jouw dag, maat. Ja, morgen is mijn dag. En ik denk dat we nu eventjes terug gaan naar de auto. Alle spullen inpakken. Ja. En biertje drinken. Lekker. Nagenieten van jouw mooie meerval. Ja, dat was echt gaaf. Jij lag ook vlakbij mee. Jij zag hem erop kleppen. Precies. Het was wederom weer een mooie dag. Zeker. We gaan hem afsluiten. Yes. The next day.
Nee! Ik viel er ook! Ja! Ja! Oh, die hing op top bijna zo. Dikke. Oh ja, dik. Wow, eentje met tattoos. En dan op je snor. Nou, doe de Heimlich maar weer. Was dit goed? Was dit goed? Je ziet eerst die poezelige vingertjes. Oh mijn god. Ja. Dit was echt perfect. Ja, we vangen niet zoveel deze ochtend. Ik denk dat we zo verder gaan. Laatste dagje. Ik zal nog tegen. Maar ik heb net wel een grote Danny gevangen. Van ongeveer 1,78 meter. Zo'n flinke joekel. 65 kilo. Ja. Sterk jongen, sterk. Gaan we verder maat? Verder. 1 minute 37 seconds later. Beuk zeg. Oh. Hoppa! Ja? Ja, het geluid hoor je sowieso. Wow. Hey! Maatje. Ja, nee. Maatje, maatje. Zo. Holy shit, ik lig een paar meter naast jou. Ik hoor me toch een snok, hé? Ja, hij ging keihard op. Heel kikken in een vuil hoekie. Nou, hij had het water nog, nou, denk net geraakt. Ik wilde hem eigenlijk verder ploppen en toen klapte hij er al op. Vet, hé. Hier, hè, op dit, in dit hoekje. Ja, in dit hoekje was hij. Super nice. Hoppa, lekker maat. Na deze romantische fotoshoot in het wier gaan we deze vis maar even mooi. Ja, je kan hem hier zo in dit gaatje. Mooi beestje, hoor. Prachtig, hè? Ja, zeker. Verkeerde kant. Kijk hoor, bijtje. Oh, oh, oh. Gaat die heen? Daar gaat ie. Vet hoor, gast. Lekker maat. Tik hem aan. Toch weer een goede afsluiter van een taaie ochtend. Zo, echt wel. Zit er weer voor te strijden, hè? Het is echt niet normaal. Ja, zeker strijden, maar... Je hebt net twee aanbeten in, ineens weer een half uurtje. Ja. Uit het niks. Ja. Wel weer in de middag en dat was gisteren ook zo. Ja. Weer op die megabass kicken, hè? Ja. Dit is hem. Die doet het hem. Ja! Oh, mis! Ja! Oh, mis! Ahmed zat er wel mooi op. Drie keer mis, gast.
hem is. Meerval? Ik mis hem 4 keer. Nee. Eeuw, Simon! Lekker met je benen door de bloedzuigers en de moerasdrap. Ja. Je moet er wat voor over hebben, hè? Ja, dat is waar. Hey, doei, hè? Doei, hè? Die is gek. Ja, jongens, laatste avondje. We hebben vanmiddag tot en met 4 uur op een stek gevist. Veel actie gehad. Ik heb vissen gemist, helaas. 1 vis 4 keer gemist, 3 keer gemist. Ik weet niet hoe het allemaal ging. Het ging hartstikke snel. Daarvoor nog een vis gemist. Patrick heeft een vis gemist. Simon heeft natuurlijk weer eentje gevangen. Ongelooflijk deze man. De kikker is helemaal uit de kloten. Ik heb een nieuw kikkertje aangedaan. We gaan het even proberen. We zijn op de stek waar ik gisteren die vis heb gevangen. En ik hoop dat die eruit gaat komen. Dan, het zou mooi zijn als we nog een afsluiter hebben. Ik hoop echt dat Patrick en Danny nog eentje vangen. Ik gun het ze gewoon. Ja, het is best wel een moeilijke week geweest. Moet kijken, wat een drap hier zo. Alsof Shrek zijn neus heeft gesnoten hier. Even 1 aanbeet, nog 1 vis. En die is voor mij perfect afgesloten. Dames en heren, we hebben het weer voor elkaar. Er ligt weer een GoPro op de bodem. En dit keer is gelukkig niet die van mij, maar die van onze grootvriend Danny. Want wat heb jij gedaan, Danny? Vandaag het water ingesprongen. Vanaf daar? Camera weg. Nee. Ja. Nee. Ja. Onze freerunner, dat weten jullie misschien nog niet, maar Danny is een van de grondleggers van het freerunnen in Nederland. Dat is echt waar. Danny die dacht, ik maak even een dikke vette driedubbele achteruit salto daarvan af zo. En toen ging de GoPro in de water. Maar wij hebben een brilletje. En Danny gaat kijken of hij hem kan vinden. Je moet eigenlijk Simon vragen, want die is er goed in het opduiken. Ik ben namelijk bang met duiken. Echt? Ja, ik vind het echt kut. Hij durft heel dag vanaf te springen. Hij is bang om te duiken. Simon! Slijmen! We hebben je hulp nodig! We gaan even kijken hoe diep het is. Danny is een held in ergens vanaf springen. Eventueel met meerdere salto's. Maar duiken vindt hij toch iets minder leuk. Gelukkig hebben wij onze zwemhond Simon bij ons. Even kijken, dit is alles. Die hengel is 1,65. Ja, het is 2,5 meter of zo. 2,5 meter staat. Nee, onder water kan je ook niet ademen hoor. Nee. Helemaal vol met stenen. Ja. Het ligt vol met stenen. Dat zien we nooit meer. Was het een losse GoPro met alleen ja. Een stokje? Nee, alleen een GoPro. Ja. Oh nee, ik zag één met een stokje. Zonde, we hebben hem niet kunnen vinden. We staan hier nu bij een stuwwerk en wat ze hier dus hebben gedaan is, ze hebben hier een enorme vistrap aangelegd. Allemaal pilaren. Ah, dit is gewoon ideaal voor de vis om op te trekken. En naar beneden te zwemmen. Maar ja, ook ideaal voor een Danny. Je kan hier gewoon lekker freerunnen. Zo, we hebben een rondje. Hopda, hopda. De allerlaatste kans, dames en heren. Wij lopen nu over een paadje naar een stekkie waar Simon een hele grote monster meerval heeft gemist. En Simon denkt dat hij daar nog steeds ligt. Sommige meervallen zijn best wel honkvast. Ja. Ik denk in dat gebied dat hij toch elke keer in dat kuiltje weer gaat liggen. Ik denk dat het een grote kans is dat hij er ligt. Dus Simon gaat het proberen. Ik ga even filmen. Daarna gooien we nog even dat hoekje uit. Heel mooi moerassig vuil hoekje. Waar veel kikkers zitten. Waar de meervallen lekker kunnen snacken aan kikkers. Nou, laat het toevallig zo zijn dat wij allebei dik vette kikker eraan hebben. En ik heb nog een doelife shrimpie.
Ja jongens, wat een setup. Ik moet zeggen jongens, ik heb zo genoten van mijn Meerval setup die ik deze week mee had. Mijn nieuwe Poison Adrena baitkastertje met een Tranks 301. Poison Adrena spinengeltje met mijn Vanquish 3000. Blijft voor mij gewoon het meest sexy vissetje wat er is. Heerlijk, ik heb er zo lekker mee gevist. Als je nou eens een hele keer een hele mooie snoekhengel wil kopen, een hele mooie baarshengel, koop dan zo'n Poison. Het is gewoon by far mijn favoriete hengel. Ja, ook Meerval bestendig dus. He? Deze week hebben we natuurlijk heerlijk gevist met de wopperploppers en met wat andere oppervlakteaasjes. Helaas waren de wopperploppers niet de oplossing voor deze week. Zijn we net wel vis opgevangen. Maar op die aasjes moeten natuurlijk wel super goede haken en splitringen. Nou heb ik in dit geval gekozen voor deze haken. De haken van BKK. En dat waren de Fangs 62 UA. Deze zijn extra sterk. Haakmaat 2-0 was prima voor op de grote wopperplopper. En voor de kleinere gebruikte de maat 1-0. Echt waar. Dit zijn misschien wel de mooiste haken die ik ooit heb gebruikt voor op kunstaas, voor dit soort dingen. Tophaakjes. Probeer deze eens op je zwaardere pluggen voor het snoeken en meervallen. Ze zijn echt super scherp en super sterk. Dat was het avontuur voor vandaag. Helaas een klein beetje slecht foutje van mij, maar de laatste clips zijn zonder geluid opgenomen. En daarin had ik een prachtige outro voor jullie gemaakt. Waarin ik jullie bedankte voor het kijken en het liken. Check sowieso nog even de website www.dusttilldawnbrand.com voor epische t-shirts. Dat zijn de vette t-shirts die wij deze trip hebben gedragen. Klik ook even op het kanaal van Patrick. Hij maakt epische YouTube video's. Het linkje staat nu hierboven. Ik hoop dat jullie het een leuke avontuur vonden. Geef een likeje. Laat even weten in de reacties wat je van dit avontuur vond en of je vaker dit soort avonturen wil zien. Aankomende dinsdag ga ik op pad, ga ik op weg naar Noorwegen. Ga ik hele leuke video's voor jullie maken. Ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Ik zie jullie aankomende woensdag weer om 7 uur bij een nieuwe video. En nogmaals, ontzettend bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Mazzel! Jij gooit het over me heen? Ja, dat is een jetje zo, die haak is aangebrand. 3, 2, 1. Ja, bijna.